Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal: het zelfgekozen levenseinde. Hebben we het recht om ons eigen einde te kiezen? En het gesprek ga ik voeren met Klaas Rozemond. Klaas, welkom in de uitzending. Dankjewel. In de studio. Ja. Leuk dat je er bent. Klaas, je bent eerder hier in de podcast te gast geweest om te praten over Het Kwaad. Ja. Een boek wat je eerder schreef. En nu gaan we nog een stapje verder. Want we gaan het hebben over een recente publicatie die je hebt gemaakt. Jij bent filosoof en jurist. En werkt als universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Je publiceerde eerder Het Menselijk Kwaad, waar we een podcast over maakten. En De Laatste Filosoof. En je hebt samen met Jet Nijkamp en Co Woutsma een aantal filosofieboeken gemaakt. Het Aardse Leven en Filosofie voor de Zwijnen. En dat laatste boek dat stond ook op de shortlist voor de Socrates Wisselbeker. Het boek heb ik hier even voor degene die kijkt op YouTube ook voorop gezet. Daar zien we eigenlijk ook een koffiebeker. En ik wilde eigenlijk beginnen, Klaas, om jou de vraag te stellen. We gaan het dus hebben over het zelfgekozen levenseinde. En op de voorkant van het boek staat een koffiebeker. Kan je daar iets over vertellen? De aanleiding van het boek is dat eigenlijk volgens mij, hè? Ja, dat is een tekening van Jet Nijkamp, mijn vriendin. Dat verwijst naar de koffiezaak die ik in mijn boek bespreek. En die eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor het boek was. En dat is een zaak van een verpleeghuisarts die het leven beëindigde van een patiënte met dementie in het verpleeghuis, waar die arts, verpleeghuisarts was. En ze deed dat door een slaapmiddel in de koffie van die patiënten te doen, waardoor die patiënt versuft raakte. En vervolgens die patiënt een infuus toe te dienen met een dodelijk middel. En omdat ze dat eerst met een slaapmiddel in de koffie deed, om die toediening van dat infuus mogelijk te maken, wordt het ook wel de koffiezaak genoemd. Ja. Een akelig detail van die zaak is dat die slaapmedicatie niet helemaal werkte. Dus die vrouw die was niet in slaap toen dat infuus werd toegediend, ingebracht. Mm-hmm. En die leek zich ook te verzetten. Ze kwam omhoog en leek weerstand te bieden tegen dat inbrengen van het infuus. En toen moest ze ook worden vastgehouden door haar echtgenoot, die instemde met die levensbeëindiging, om de levensbeëindiging mogelijk te maken. En illustratief voor die zaak was dat die arts van tevoren niet tegen die patiënten heeft gezegd dat ze dit zou gaan doen. Dus tegen die patiënt is niet gezegd: ik ga jou een medicatie toedienen om toediening van een infuus mogelijk te maken. En vervolgens ga ik jouw leven beëindigen met een infuus. Dat heeft ze niet tegen de patiënt gezegd. Nee. En dat laatste was voor mij een trigger, zeg maar. Dat was echt een schokkend element. Waarbij ik ook wel geraakt werd door het feit dat die arts, voordat ze dat deed, met die patiënten heeft gesproken, patiënten met dementie, over de vraag of ze dat wilden. En die patiënten heeft herhaalde malen tegen die arts gezegd: nou, ik wil nog geen euthanasie. Nee. Ook tegen haar eigen huisarts. Hè. Het probleem van die zaak was dat ze wel een schriftelijke wilsverklaring had gemaakt, die patiënten. Ja. En in die schriftelijke wilsverklaring had ze gezegd, hè, op het moment dat ze de diagnose dementie kreeg en ook langzaam achteruit ging ten gevolge van die ziekte, heeft ze een schriftelijke wilsverklaring gemaakt, waarin ze nadrukkelijk heeft gezegd: ik wil niet worden opgenomen in een verpleeghuis. En als dat gebeurt, of als dat noodzakelijk zou zijn, als ik niet meer thuis te handhaven, ja, dan wil ik euthanasie. Ja, maar dat is wel dus zo gebeurd. Dus op zich, hoe zit dat dan? Want ze heeft dus wel blijkbaar ooit daar bij volle verstand, ja, over kunnen redeneren, wat kunnen opschrijven. Ja. Maar in die laatste fase is wat jou betreft wat misgegaan. Nou, het eerste probleem in deze zaak was dat in die schriftelijke wilsverklaring stond: ik wil euthanasie voor het geval ik moet worden opgenomen in een verpleeghuis. En ze refereerde ook aan de ervaringen die ze met haar eigen moeder heeft gehad. Want die heeft 12 jaar lang in een verpleeghuis gezeten, dementerend. En dat wilde ze beslist niet meemaken. Maar de complicatie was dat ze ook in die schriftelijke wilsverklaring had gezegd: ik wil euthanasie wanneer ik zelf de tijd daarvoor rijp acht. Ja. En dat was in die zaak een discussiepunt. En het tweede was dat ze op een gegeven moment met haar huisarts en met haar echtgenoot erbij ook gesproken heeft over euthanasie. Want op een gegeven moment was ze zo ernstig ziek dat ze eigenlijk niet meer thuis kon worden verzorgd. Nee. En ze zwierf 's nachts door het huis. En
Daar komen allerlei dingen niet meer waar ze bij geholpen moest worden. Dus ze moest op een gegeven moment naar een verpleeghuis. Ze zat ook al in de dagopvang van een verpleeghuis, maar ze zou daar permanent moeten worden opgenomen. Dus toen kwam er een gesprek tussen haar en de huisarts. En die huisarts die heeft toen tegen haar gezegd, nou ja, je hebt die schriftelijke wilsverklaring gemaakt. En nu is eigenlijk de keuze van wil je euthanasie of wil je worden opgenomen in het verpleeghuis. Mm-hmm. Ze was al zo ver heen dat ze op dat moment niet goed begreep wat euthanasie was. Dus dat moest aan haar worden uitgelegd, volgens de verklaring van de huisarts. Maar die uitleg begreep ze wel. Ja. Ze begreep dus wel waar het om ging. De huisarts die zei, je hebt nou de mogelijkheid dat ik jouw leven ga beëindigen volgens jouw schriftelijke wilsverklaring. En toen heeft die vrouw gezegd, dat wil ik niet. Ik wil nu nog geen euthanasie. Misschien straks als ik ben opgenomen in het verpleeghuis, maar nu nog niet. En dat is ook echt gedocumenteerd in de strafzaak die uiteindelijk is gevolgd. Daar heeft die huisarts dat verklaard. Nou ja, als een patiënt zegt, ik wil nu geen euthanasie, ik kies nou voor opname in het verpleeghuis, tegen de eigen schriftelijke wilsverklaring in. Ja, dan word je dus wel opgenomen. Dan zeggen ze niet. Nee, gaan we. En die huisarts die heeft niet tegen die patiënt gezegd, ja, kun je nou wel zeggen dat u wil worden opgenomen, maar in uw schriftelijke wilsverklaring staat dat u nou euthanasie krijgt. Dus ik heb nou alvast een slaapmiddel in uw koffie gedaan. En wat u verder ook wil, u valt zo meteen in slaap, we gaan u euthanaseren. Ja, dat heeft die huisarts niet gedaan. Nee. Dus die vrouw is dus in het verpleeghuis opgenomen. Ja, en daar was eigenlijk dezelfde situatie. Hè? Dus de verpleeghuisarts die heeft ook met die patiënten gesproken. Van ja, in het verpleeghuis, de echtgenoot die wees die verpleeghuisarts erop dat die vrouw die schriftelijke wilsverklaring had gemaakt. Dus dan heeft die verpleeghuisarts ook herhaalde malen met die patiënten gesproken over euthanasie. Er is zelfs op een gegeven moment iemand van de levenseinde kliniek, hè, wat tegenwoordig het... Ja. Expertisecentrum euthanasie heet, maar dat heette toen nog de levenseinde kliniek. Een verpleegkundige van de levenseinde kliniek is in het verpleeghuis geweest om met die vrouw te praten. En die heeft rechtstreeks aan die vrouw gevraagd, ja, wil je nu dood? En die vrouw die heeft toen gezegd, nog niet, want het is nog niet zo erg. En dat is eigenlijk de laatste verklaring waarvan echt is aangetekend wat die vrouw op die vraag heeft gezegd. Hè. Dat, ja. Dat is een aantekening uit het medisch dossier wat de verpleeghuisarts heeft bijgehouden. Staat in, nou ja, toen kwam die verpleegkundige in het verpleeghuis. We hebben met die vrouw gesproken over, met de patiënten gesproken over euthanasie. En de verpleegkundige heeft rechtstreeks aan de betrokkenen gevraagd, wil je nu dood? En die patiënt heeft toen gezegd, nog niet. Het is nog niet zo erg. Nee. Dus dat is ook een verklaring waar je uit zou kunnen afleiden, maar dat is natuurlijk allemaal, ja, dat had die arts misschien wat beter op moeten schrijven, maar waar je uit kunnen afleiden dat die patiënt op dat moment nog wel begreep waar het over ging. Ja. En ze kon ook een tijdsaanduiding in haar verklaring opnemen. Ja, hè? Nog niet. Het was niet zo dat ze zei, nee, ik wil het niet. Maar er was een tijdsaanduiding. Ja, ik vind het nu nog niet zo erg dat ik nu euthanasie wil, maar misschien straks wel. Dat zei ze ook tegen de huisarts. Hè? Toen die discussie was, wil je nu euthanasie? Of wil je toch nog naar het verpleeghuis? Dan zei ze, nou, nu nog niet. Ik wil nu nog geen euthanasie, maar misschien straks wel. Ja. Dus ze heeft altijd de mogelijkheid opengelaten van, nou, misschien komt er een moment dat ik zeg, het is nu te erg. Maar dat moment was voor haar nog niet aangebroken. Het stond ook in een schriftelijke wilsverklaring. Hè? Ik wil euthanasie wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht. Ja. Eigenlijk heeft ze steeds, ja, in overeenstemming met haar schriftelijke wilsverklaring gezegd, nu nog niet. Nu nog niet. De tijd is nog niet rijp. En hoe is het dan nu geregeld, zeg maar, in de wet als je euthanasie wilt overwegen of dat wil vastleggen? Hoe is het dan mogelijk, hè, als iemand zegt ik wil geen euthanasie, dat je het dan toch doet? Dat het dan toch gebeurt. Nou kijk, bij euthanasie is er het eerste vereiste is dat je een zogenaamd vrijwillig en wel overwogen verzoek tot euthanasie doet aan een arts. Ja. En dat heeft deze patiënten in mondelingenzin nooit gedaan. Hè. Ze heeft nooit aan haar huisarts of aan de verpleeghuisarts het mondelingenverzoek gedaan. Ik wil nu euthanasie. Hè. De verklaringen tegen de artsen waren altijd, ik wil nog geen euthanasie. Het tweede vereiste is, je moet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dus ten gevolge van een ziekte. Ja. Dus bij haar zou dan de dementie zo erg moeten zijn dat het uitzichtloos is. Er is geen mogelijkheid voor verbetering. Door medicatie, therapie, verandering van omstandigheden. Dus uitzichtloos en ondraaglijk. En dat is
natuurlijk ook een punt in deze zaak. Ja, die vrouw leed heel erg onder haar ziekte. Ja. Als je de zaak leest, is het wel duidelijk dat ze boos was, agressief was vaak. Ruzie maakte met andere patiënten in het verpleeghuis. Vocht met het personeel. Door de gangen, doolde omdat ze niet kon slapen. Dus haar toestand was niet gunstig, niet positief. Het was niet een gelukkige, blije demente zoals je ze wel eens hebt. Maar het was iemand die erg leed onder haar situatie. Maar was dat nou ondraaglijk? Hè? Dat eist de wet. Dus het lijden moet zodanig zijn dat het ondraaglijk is. Nou, kennelijk vond die patiënten dat zelf nog niet ondraaglijk. Nee. Tenminste, dat is wat ze steeds zei. Dus die twee vereisten, mondeling verzoek, ondraaglijk lijden. Ja. Ja, je zou denken, daar is niet aan voldaan. Maar, en dan kom je bij het heikele punt van de wet. De wet zegt dat dat een arts ook een schriftelijke wilsverklaring kan uitvoeren. Dus levensbeëindiging op grond van een schriftelijke wilsverklaring. En deze patiënt had een schriftelijke wilsverklaring. Precies. Waarin ze zei, als ik in een verpleeghuis word opgenomen, wil ik euthanasie. Dus als je dat zo letterlijk leest, dan was er een schriftelijke basis voor de levensbeëindiging. Maar dan zit je met het probleem, ja, maar die patiënten zelf zei, ik wil het nog niet. Precies. En ik vind het ook nog niet ondraaglijk. Ondraaglijk, dat zijn de twee punten dan waar het... Ja. Ja. Maar de redenering van de arts was, ja, de schriftelijke wilsverklaring heeft ze opgesteld op het moment dat ze wilsbekwaam was. En dat betekent volgens de wet, ze was in staat tot een redelijke waardering van haar belangen. Op het moment dat ze haar schriftelijke wilsverklaring opstelde. Hè. Dus op het moment dat ze die schriftelijke wilsverklaring maakte. En, kon ze haar eigen situatie nog overzien en kon ze nog een keuze maken tussen verschillende mogelijkheden. Ze was niet dusdanig in de war of dat ze mogelijk iets heeft gezegd of heeft opgeschreven wat helemaal niet past bij wat haar belangen vertegenwoordigde. Ja. Ja. Dat was tenminste het uitgangspunt van de verpleeghuisarts, dat zo was. Kan je ook best discussie over hebben of ze op het moment dat ze de schriftelijke wilsverklaring opstelde wel kon overzien wat de gevolgen van die schriftelijke wilsverklaring waren. Mm-hmm. Want het is heel moeilijk voor mensen, vooral met dementie, om te overzien wat je wil naarmate die ziekte erger wordt. Ja. En mensen denken in een bepaalde fase, als het erger wordt, wil ik niet meer leven. Maar vaak is het zo dat het verandert, ook weer door de gevolgen van de ziekte. Ja. En deze patiënten, die, als je die schriftelijke wilsverklaring leest, ging het vooral om haar herinnering aan haar moeder. Dus ik heb meegemaakt wat er met mijn moeder is gebeurd, 12 jaar in een verpleeghuis. Dat stond ook echt in die schriftelijke wilsverklaring. Ja. Dat wil ik niet. Dus het is een herinnering en een vooruitzicht. Ja. Het vooruitzicht dat je dat zelf ook moet meemaken. Maar het kenmerk van dementie is nou juist dat je herinneringen vervagen. Dus waarschijnlijk is het zo dat ze naarmate ze dichter bij eigen opname kwam, dat ze die herinnering niet meer zo sterk had. En ook niet meer dat vooruitzicht. Ja, ik moet dan ook 12 jaar doormaken zoals mijn moeder dat heeft. Dat heeft de huisarts ook gezegd in die zaak. Die heeft bij de toetsingscommissie gezegd, ja, mijn indruk was van de huisarts, het lijden werd minder naarmate de ziekte verder vorderde. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de aard van het lijden. Ja. Het is niet puur alleen maar de ziekte die je op dat moment hebt, maar ook de herinnering en de toekomst. Je kennis, je overzicht, hoe je het kunt terugkijken, wordt anders. Dus het kan zo zijn, niet in deze kaas, maar dat je misschien na een paar jaar anders denkt, letterlijk anders denkt over die wilsverklaring en over dat papiertje, omdat je gewoon simpelweg niet meer het repertoire hebt wat je toen had. Ja. Ja, ja. En dat is waarschijnlijk bij deze vrouw ook gebeurd. Hè. Dat heeft de huisarts ook wel verklaard. Ja. Naarmate de dementie verder vorderde, nam het lijden af bij deze patiënt. Tja. Omdat ze die herinnering waarschijnlijk niet meer had en dat perspectief niet meer zag. Ja. Door haar cognitieve achteruitgang. Ja. En de redenering van de arts was, van de verpleeghuisarts, van, we moeten toch van uitgaan dat die schriftelijke wilsverklaring, dat ze toen wel haar situatie kon overzien. Ook al had je dit probleem natuurlijk. En op het moment dat ze in het verpleeghuis was, was ze daartoe niet meer in staat. Kon ze haar eigen situatie eigenlijk niet meer op een redelijke manier waarderen. Dat is het criterium. Ben je tot een redelijke waardering van je eigen belangen in staat? Nou, die verpleeghuisarts die zei, dat kan deze patiënten niet meer. Dus die is wils onbekwaam geworden. En dat betekent dat wat zij zegt op dat moment en wat ze wil, dat je daar geen waarde aan hoeft te hechten. Dus als zo'n patiënt in het verpleeghuis zegt, ik wil niet dood, dan is dat een wilsuiting van een wilsonbekwame patiënt. Ja. En dan mag je dus wel degelijk, in dit geval... Dan mag je de schriftelijke wilsverklaringen ten uitvoer leggen.
Hoe is dit nu verder gegaan in termen van... Dus je hebt nu iets geschetst over hoe het zeg maar in de wet is vastgelegd. Ja. En over de casus van aan de hand van de voorkant van het koffiebekertje. Wat is er daarna gebeurd, even juridisch gezien? Want het is tot en met de Hoge Raad gegaan. Ja. Daar gaat je boek ook over. Ja. Ja, het is misschien uitdagend, maar kan je proberen een soort samenvatting te geven van wat er daarna is gebeurd? Nou, kijk, de wettelijke regeling zit zo in elkaar dat een arts die euthanasie pleegt, die moet dat melden. Ja. Bij de gemeentelijke lijkschouwer. En dan komt het bij een toetsingscommissie. Er zit een arts, een jurist en een ethicus in. En die beoordeelt of het zorgvuldig is gegaan. Nou, en de toetsingscommissie zei in deze zaak, dit had niet zo gemogen. En dat komt door dat voorbehoud in die schriftelijke wilsverklaring, wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht. Dus dat is een duidelijk voorbehoud van die vrouw, dat ze zelf nog wil aangeven, vind ik het wel te erg of nog niet te erg. Ja. Ja. Dus de toetsingscommissie zei, je mocht die schrift, door dat voorbehoud in die schriftelijke wilsverklaring, had je die niet ten uitvoer mogen leggen. Had echt moeten wachten tot die vrouw zelf aangaf dat ze de tijd rijp achtte. Dat heeft ze gewoon bedongen in haar schriftelijke wilsverklaring. Dus dat zei de toetsingscommissie. Nou, als een toetsingscommissie zegt het is onzorgvuldig, dan gaat het naar de inspectie gezondheidszorg en naar het Openbaar Ministerie. En de inspectie die kan een tuchtzaak beginnen bij een medisch tuchtcollege. Het Openbaar Ministerie kan een strafzaak beginnen, hè, moord of euthanasie. Dat zijn allebei ernstige misdrijven. Ja. Nou, het is eerst bij het tuchtcollege gekomen. Het tuchtcollege was het met de toetsingscommissie eens. Oké, ja. Dus het tuchtcollege, medisch tuchtcollege zei, inderdaad, die schriftelijk, met dat voorbehoud in die schriftelijke wilsverklaring had je hem niet zo mogen uitvoeren. Die schriftelijke wilsverklaring. En daar voegde het tuchtcollege iets aan toe. Het tuchtcollege zei, je had bovendien, dat is een belangrijk tweede element in de uitspraak van het tuchtcollege, je had bovendien de patiënten wel moeten informeren. De wettelijke informatieplicht van de arts, dat staat in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Daar staat in, je moet je patiënt informeren over medische handelingen. Nou, en dat heeft deze arts niet gedaan, want zij heeft verzwegen dat ze die medicatie ging toedienen, die verdovende middelen, en dat ze een dodelijk middel ging toedienen. Dus die twee medische handelingen, die heeft ze tegenover haar patiënten verzwegen. Dat mag niet van de wet. Nee. Er staat in de wet dat je je patiënt moet informeren. En je moet ook met de patiënt overleggen. De patiënt die heeft een toestemmingsrecht. Je mag alleen maar medische handelingen verrichten met toestemming van de patiënten. En dan daarvoor moet je met de patiënten overleggen. Dat heb je ook niet gedaan. Dus het medisch tuchtcollege voegde naar een tweede onzorgvuldigheidsgrond aan toe. Die schriftelijke wilsverklaring had dat voorbehoud. En je had de patiënt wel moeten informeren, wel met de patiënt moeten overleggen. Nou, je kan in medische tuchtzaken kan de arts in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege. En het Centraal Tuchtcollege bevestigde dat. Okay, ja. Die zei op die twee punten klopt het wat het regionaal tuchtcollege Den Haag heeft beslist. Op de schriftelijke wilsverklaring over die informatieplicht. Nou, toen is het Openbaar Ministerie een strafzaak begonnen. De arts, het gaat hier om moord, zei het Openbaar Ministerie. Niet euthanasie. Nee. De regeling van euthanasie is zo dat euthanasie, dat is levensbeëindiging op uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de patiënt. Ja. Nou, het Openbaar Ministerie, en dat is ook nog steeds een misdrijf, hè, euthanasie, tenzij een arts zorgvuldig uitvoert volgens die regels volgens die we net hebben besproken. Ja. Verzoek van de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar het Openbaar Ministerie, het gaat hier niet om het misdrijf euthanasie, dat hebben ze ook wel te lasten gelegd, maar het gaat hier om moord. Dat was het standpunt van het Openbaar Ministerie. En bij moord is er dus geen uitdrukkelijk en ernstig verlangen van de patiënt. Dus de arts werd vervolgd voor moord. Dat is een hele heftige aanklacht. Ja. Maar de rechtbank in de strafzaak was het dus niet met het Openbaar Ministerie eens. De rechtbank die zei nee, wij vinden dit geen moord, maar euthanasie. Want wij vinden die schriftelijke wilsverklaring vinden wij een uitdrukkelijk en ernstig verlangen, waardoor het geen moord is, maar euthanasie. Nou, en over dat voorbehoud, wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor achter, daar haalden ze eigenlijk een streep doorheen, de rechtbank. Ja. Die zei dat voorbehoud vinden we niet relevant. De strekking van de schriftelijke wilsverklaring is dat je de regie over je levenseinde overdraagt aan een arts. Op het moment dat de voorwaarden uit die schriftelijke wilsverklaring, opname in een verpleeghuis, wilsonbekwaam worden, dat die voorwaarden in werking treden. Dus jij kan wel in je schriftelijke wilsverklaring zeggen dat je zelf wil beslissen,
Maar de strekking is van de schriftelijke wilsverklaring is dat je je beslissingsrecht overdraagt aan een arts. Ja, ah, ja, oké. Okay. Op het moment dat de arts zegt je bent wilsonbekwaam. Ja, duidelijk. Dus de rechtbank die ging niet mee in dat verhaal van de toetsingscommissie en de tuchtcolleges. Nee. De rechtbank die zei nee, de juridische strekking. Ja, de vraag is natuurlijk of die patiënten die juridische strekking wel begreep toen ze die schriftelijke wilsverklaring ondertekenen. Dat geldt voor heel veel mensen, de luisteraars die nou thuis een schriftelijke wilsverklaring hebben liggen die ze hebben ingevuld. Ja, de strekking daarvan is dus, volgens de rechtbank, u draagt uw beslissingsrecht over aan uw arts. Ja. Op het moment dat de arts zegt, u kunt niet meer zelf beslissen. Ja, de vraag is of we dat weten, als we dit hebben geregeld. Dan denk je, ik heb het goed geregeld. Ja. Als ik dat zou willen, en dan is het dus maar de vraag of het zo is. Maar daar komen we misschien zo nog op, van wat dit nou eigenlijk betekent. Oké, maar dat was dus... Het tweede punt is dus dat ook die informatieplicht... had de arts nou de patiënt moeten informeren dat ze die medicatie ging toedienen... en dat dodelijk middel. Daarvan zei de rechtbank nee, want die patiënt was niet meer in staat om die informatie te begrijpen. Als iemand echt totaal niet meer in staat is om relevante informatie te begrijpen... dan hoef je die informatie ook niet meer aan de betrokkenen te geven. Ja, dat is heftig. Dat klinkt heftig. Dat betekent eigenlijk dat je... Want hoe bepaal je dat nou? Of iemand dat nou wel of niet kan begrijpen? Dat is best lastig, lijkt me. Dat is een cruciale vraag in deze zaak... die eigenlijk niet is gesteld. Nee. Want, kijk... wel of niet wilsbekwaam zijn... daar zijn richtlijnen over. Er zijn criteria voor wilsbekwaamheid. Ja. En er zijn procedures om dat vast te stellen. De KNMG die heeft daar een modelrichtlijn voor opgesteld in 2004. En een stappenplan hoe een arts dat kan beoordelen. En dat is een uitwerking van die informatieplicht van de arts. Er staat in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, opgenomen in het burgerlijk wetboek. Daar staat de arts moet de patiënt informeren. Nou, en de KNMG heeft over die informatieplicht... hebben ze een richtlijn gemaakt hoe je dat met mensen met een geestesziekte... hoe je dat moet doen als je vermoedt dat ze wilsonbekwaam zijn. Dus je kan dat protocol kan je volgen. Nou, en de essentie van dat protocol is eigenlijk... dat je begint met het informeren van je patiënt... over de beslissing die je wil gaan nemen. Dus het vreemde van deze zaak is... de arts heeft de patiënt niet geïnformeerd... Ja. Terwijl voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid... is vereist dat je de patiënt daar wel... over informeert. Dat staat heel expliciet in die richtlijn. En er staat niet ergens een soort klein kattenbelletje van... tenzij diegene niet meer kan... Nee, want dat is juist de discussie. Hoe bepaal je nou dat iemand informatie begrijpt... en daarover kan beslissen? Ja, je begint dus met die informatie te geven. Ja, anders kan je ook nooit checken. Precies. Ja. Dus de arts in deze zaak en ook de rechtbank in deze zaak... heeft die logica omgekeerd. Ze hebben dus gezegd... omdat die persoon niet meer kan beslissen over zijn eigen situatie... hoef je hem niet te informeren... Nee. Maar de richtlijn zegt precies het tegenovergestelde. Je moet eerst iemand informeren. En de richtlijn geeft een heel eenvoudig voorbeeld. Een gastroscopie. En dat is, ze doen een slangetje in je mond. Ja. Om te kijken of er iets in je maag mis is. He, iemand zit in een verzorging, een verpleeghuis. Ja. Met dementie zit in een verpleeghuis. De hele tijd maagpijn. Wat is nou met die maag aan de hand? Ja. Dan moet je een gastroscopie uitvoeren. Maar ja, als iemand dan zegt, wil ik niet. Nee, ik wil geen slangetje in mijn mond. Nou, dan krijg je dus het probleem, kan die daar nog wel over beslissen? Is hij nog wel wilsbekwaam? Nou, dan zegt dus die richtlijn, die zegt, nou, dan informeer je iemand eerst zo volledig mogelijk over wat je gaat doen. Dan zeg je, nou, we gaan een slangetje in uw mond. En op het niveau dat iemand het nog zou kunnen begrijpen. Ja. Dat staat ook echt in de richtlijn. Passend bij iemands bevattingsvermogen. Ja. Ga je dan uitleggen, ja, we gaan een slangetje in uw mond doen, want u heeft de hele tijd buikpijn. En misschien is uw maag niet meer goed, moeten we medicatie geven of operatie doen en daarom doen we dat slangje. Kunt u dat begrijpen? Nou, en als je dat hebt uitgelegd, kun je kijken of iemand daar een beslissing over kan nemen. Als iemand dan zegt, ja, als dat de reden is, oké, ga je gang. Dan betekent het iemand dat hij die informatie begrijpt en daar een beslissing over kan nemen. Dus dat is het mechanisme van die richtlijn. En als je dat bij euthanasie zou doen, dan zou je dus iemand informeren van, nou ja, we hebben de indruk dat u ondraaglijk lijdt. En u heeft een schriftelijke wilsverklaring dat u euthanasie wil. Maar wil u nou wel euthanasie? Wilt u op dit moment... Ja. We zijn hier bij elkaar. Dit zou dus nu kunnen gaan gebeuren. Ja. Wat die huisarts dus in een eerder stadium heeft gedaan. Die huisarts heeft in een eerder stadium met de patiënten besproken. Van ja, je hebt die schriftelijke wilsverklaring.
die huisarts moest wel uitleggen wat de euthanasie was, maar dat begreep die patiënten. En die zei, ik wil dat nog niet. Dus als je dan, nog niet, nee. Ja, nog niet. Dus als je dat naast die richtlijn denkt, dan denk je van, nou ja, dat is in overeenstemming met die richtlijn. En dan moet je ervan uitgaan dat iemand nog wel kan beslissen. Iemand kan informatie begrijpen en kan daar een beslissing over nemen. Ja. En kan ook wel opties afwegen. Hè. Wil je nou euthanasie of verder in het verpleeghuis? Ja. Nou, misschien wil ik later euthanasie, maar nu is het nog niet zo erg. Daar zit een afwegingsmoment in en een bepaalde logica. Ja. Als je het nog niet zo erg vindt, waarom zou je dan nu al dood willen? Ja. Dus als je de criteria, hè, dus begrijpen van informatie, een keuze kenbaar maken, een afweging kunnen maken van verschillende opties, logisch kunnen redeneren, dat zijn de 4 criteria voor wilsbekwaamheid. Dan zou je denken, ja, aan patiënten die zegt, ik vind het nog niet zo erg. Ik begrijp wat de euthanasie is. Ik wil het nu nog niet, misschien straks wel. Er zitten afwegingen in, er zit een logica in. Informatie begrijpt ze. Ze kan een keuze kenbaar maken. Ik wil het nu nog niet. Dus als je de richtlijn ernaast legt, denk je, ze is nog wilsbekwaam. Ja. Ten aanzien van deze specifieke beslissing. En misschien is ze in de algemene zin niet meer in staat om over alle aspecten van haar leven beslissingen te nemen. Ja. Maar als je dit met haar bespreekt en aan haar uitlegt, kan ze dat wel. Maar de rechtbank die is daar helemaal niet op ingegaan. Die is helemaal niet ingegaan op dat punt. Nee, dus die heeft dat helemaal laten liggen. Dat is eigenlijk ook al een beetje een probleem bij de toetsingscommissie en de tuchtcolleges. Die zijn van de wilsonbekwaamheid van die patiënt uitgegaan. Ja. Maar het is daarna naar de Hoge Raad gegaan. Ja, en ook de Hoge Raad die is dus niet op dit punt van de wilsbekwaamheid ingegaan. Dus dat hele punt van hoe stel je nou vast of iemand wel of niet over zijn eigen situatie kan beslissen, aan de hand van die richtlijn van de KNMG uit 2004... is in die hele zaak niet aan de orde geweest. Nee. En de hele tijd is de uitgangspunt geweest, ja, die vrouw was dementerend en kon niet meer over zichzelf beslissen. Terwijl als je de informatie uit de zaak neemt en dat vergelijkt met die richtlijn, dan denk je, ja, ze kon wel over zichzelf beslissen. Ja. Maar dat is het grote heikele punt. En de Hoge Raad die heeft dus de rechtbank gelijk gegeven en gezegd, ja, in dit geval mocht je de schriftelijke wilsverklaring wel volgen. En de tuchtcolleges en de toetsingscommissie hebben dus ongelijk gekregen bij de Hoge Raad. En dan vraag je je natuurlijk af, hoe zit het dan met die informatieplicht? Ja. Want die staat ook in de wet. Ja. Er staat in de wet, een arts moet de patiënt informeren over een medische handeling. Ja, daar heeft de Hoge Raad niks over gezegd. Nee. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat altijd moet je iemand informeren. Ja. Of ook al is iemand niet meer aanspreekbaar. Ja. Kan iemand niet, want dat hoort bij die procedure, even mijn eigen woorden. En het is de volledigheid van informatie je hebt. Ja. Dat is, anders kan je ook geen oordeel vellen over of je wel of niet verder moet. Ja, dus als je de logica van de richtlijn van de KNMG volgt, begin je met iemand te informeren over de medische handeling. Dus dat. Maar er zit nog een tweede aspect aan. Je informeert ook iemand dat je zijn wilsbekwaamheid gaat beoordelen. Ja. Dat staat ook in die richtlijn, hè? Meneer of mevrouw, wij twijfelen of u zelf nog wel een beslissing kan nemen. Dus dat willen we nou gaan beoordelen. Daarom gaan we met u een gesprek voeren. Ja. Dat moet je tegen iemand zeggen. Ja. Dat is ook niet gebeurd in deze. Maar je zou natuurlijk in dit geval, maar goed, ik ben dus geen jurist, maar even gewoon, als je naar deze kaas kijkt, en ook, je gaat er ook overigens in je boek op in, hè. Op een bepaald moment leg je zo'n document vast. Ja. En je hoopt eigenlijk dat als je dan later in de war bent, dat je dat document hebt en dat het dan doorgang kan vinden. Wat op dat moment in de tijd je wens was om er een punt achter te zetten. Ik zeg het maar even een beetje onerbiedig. Ja. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk vast te leggen. En daar kom je dan ook op uit, hè? Nou ja, de strekking van het document, van de schriftelijke wilsverklaring is, die schriftelijke wilsverklaring is van toepassing als jij echt niet meer kan beslissen. Nee. Daarvoor is hij bedoeld. Maar dan moet je dus eerst vaststellen of iemand nog kan beslissen. Ja. En dan moet je die richtlijn volgen. Ja. En die richtlijn zegt, je moet iemand eerst informeren. Ja. Om te kijken of hij erover kan beslissen. Die hele logica die is eigenlijk gepasseerd in deze zaak. Ja, want jij schrijft er ook, even een stukje uit het boek halen, pagina 143, over de filosofie van de zelfbeschikking. En dan pakken we het punt van zelfbeschikking. Hè. Ja. Volgens de filosofie van de zelfbeschikking mogen mensen zelf over hun eigen levenseinde beslissen. De enige beperking is dat anderen mogen onderzoeken in hoeverre een beslissing daarover vrijwillig en wel overwogen is. Dat betekent ook dat er goede redenen aan die beslissing ten grondslag moeten liggen. Een schriftelijke wilsverklaring die op vergissingen of wilsonbekwaamheid en ondraaglijk lijden berust, kan daarom niet worden uitgevoerd. Ja. Nou ja, dat gaat dan over de schriftelijke wilsverklaring. Maar ook iemand die dementerend is of iemand met dementie
heeft dat beslissingsrecht nog steeds. Ja, precies. Dat is een punt wat je... Ja, ja, en dat zijn eigenlijk dat heeft twee kanten, dat beslissingsrecht. Dus ook al heb je geen schriftelijke wilsverklaring... of ook al ben je al aan het dementeren... en stel je dan die schriftelijke wilsverklaring op... dat recht heb je. Dus als je dementerend bent, kan je om euthanasie verzoeken. En als je kijkt naar de jaarverslagen van de toetsingscommissies... er is net weer eentje over 2020 verschenen. Ja, er worden iets van, laten we zeggen, 150, 160 gevallen per jaar gemeld bij de toezichtscommissies, waarbij euthanasie bij een dementerende is toegepast. En in het overgrote deel van de gevallen werden die mensen wilsbekwaam geacht en deden zij het verzoek. Ja. Dus dat zijn mensen met dementie die zeggen, ik wil nu euthanasie. Ja. En dat is een fundamenteel recht, hè? Dat is jouw zelfbeschikkingsrecht, ja. Ook al heb je dementie. Dus het feit dat je dementerend bent, is... geen argument, of niet zonder meer een argument om te zeggen, ja, maar jij kan geen euthanasie. Nee, maar dat is een belangrijk punt, want in de media, of in de, zeg maar, daar wordt nogal gedaan van, ja, als je dement bent, nou, dan is het voorbij, dan kan je niet meer nadenken, je mag geen besluit meer nemen. Dat is dus niet zo. Dat is absoluut onwaar. Zeker als je die uitspraken bekijkt. Er is, ik bespreek één voorbeeld in mijn boek ook van een vrouw, die in een verpleeghuis is opgenomen, dus vergelijkbaar met die koffiezaken. Ja. En die moet naar de gesloten afdeling. Die is niet meer te handhaven in de open afdeling van het verpleeghuis. Die moet echt naar een afdeling waar ze niet meer uit kan. Waar de deuren op slot gaan. Hè? Ja. Want als je daar vrij gaat laat rondlopen, gaat ze zwerven, gaat ze het huis uit. Kunnen niet meer terugvinden, want ze kan de weg niet meer terugvinden. Zo ver heen is zij. Ja. En dat zegt, ze zegt, dat wil ik niet. Ik wil niet naar een gesloten afdeling. Nee. En het is een vrouw met een oorlogstrauma. En het doet haar aan de oorlog herinneren als ze in een gesloten afdeling zit... Dus ze zegt, dan wil ik euthanasie, zegt ze. En dat krijgt ze ook. Ik geloof dat ze wel een schriftelijke wilsverklaring had, die vrouw. Maar de arts die was van oordeel dat ze ter zake van het verzoek om euthanasie wilsbekwaam was. Tja. Dus dat betekent dat mensen heel ver heen kunnen zijn door hun dementie. Zo ver heen dat ze naar een gesloten afdeling moeten. Omdat ze de weg kwijtraken, verdwalen, het huis verlaten, niet meer kunnen terugkeren enzovoort. Maar dat aspect betekent niet dat je wilsonbekwaam bent ter zake van zo'n verzoek. Dan moet een arts, als iemand zo'n verzoek doet, moet hij gaan onderzoeken, is dat nog vrijwillig en wel overwogen? En ook bij iemand die in een gesloten afdeling van een verpleeghuis terechtkomt, ook zo iemand kan nog een wilsbekwaam verzoek doen. Ja, ik denk dat de meeste mensen denken dat kan niet. Nee. Want als je naar een gesloten afdeling... Dan ben je gek. Plat gezegd. Ja. Die zijn gek, die kunnen dat niet meer. Nee. Daar moeten we voor zorgen. Ja. En dat is dus niet zo. Nee. Ja, in het boek heb jij het ook over zacht paternalisme. Maar, Wil je nog iets? Er zit dus ook een ander tegenovergestelde aspectje aan. Als zo iemand naar de gesloten afdeling moet... Ja. En een schriftelijke wilsverklaring heeft waarin staat... Als ik naar de gesloten afdeling moet, wil ik euthanasie... En je vraagt op dat moment aan zo iemand, wil je nou euthanasie? En die zegt nee. Dan is hij dus nog steeds hartstikke wilsbekwaam ten aanzien van dat nee. Ja. Dat is, je kan niet zeggen, omdat hij naar een gesloten afdeling moet, is die nee niet meer geldig. Nee. Die ja is ook geldig, maar ook de nee. En dat is dat laatste aspect, dat is vergeten in die koffiezaak. Dus dat is het centrale probleem van die koffiezaak, dat het nee van die vrouw niet serieus is. Dat is niet serieus genomen. En wat bedoel je nou met zacht paternalisme? Nou ja, zacht paternalisme, dat is een term van de Amerikaanse filosoof Joel Feinberg. Ja. En zacht paternalisme, dat betekent dat je, als je vaststelt dat iemand niet meer voor zichzelf kan beslissen, in een bepaalde situatie of permanent, dat je voor iemand mag beslissen. Ja. Dus dat, dan krijg je ook... Kijk, in het gezondheidsrecht is het heel gebruikelijk dat bijvoorbeeld dementerenden... of mensen met zware psychiatrische problematiek, dat die over bepaalde aspecten, bijvoorbeeld iemand die ernstig psychotisch is, die kan over zichzelf niet meer beslissen of die wel of niet medicijnen moet nemen. Als je bijvoorbeeld aan iemand met een zeer zware psychose, die echt totaal achtervolgingswaanzin heeft, als je tegen zo iemand vraagt, ja, wil je nou medicatie om die psychose? Nee, jij bent een marsmannetje. Dus moet jij wel niet doen. En die medicatie is om mij te kunnen ontvoeren naar Jupiter. Dus ik neem niet meer. Dus dan kan hij niet meer over zichzelf. Die kan zijn situatie niet meer overzien. En dan is het zachte paternalisme dat je voor zo iemand kan beslissen in het belang van zo iemand. Ja. En dan mag je dus zeggen van ja, zo iemand kan door de psychose waarin hij verkeert, kan hij niet meer zelf beslissen. En dan mag een vertegenwoordiger dat doen, een echtgenoot of
kinderen of ouders, die mogen dat dan beslissen. Ja. Maar dan moet je dus, in het gezondheidsrecht is het dus heel belangrijk dat je dan eerst vaststelt dat iemand inderdaad in de toestand verkeert, dat die ter zake van dat specifieke medische probleem, moet je nog wil je medicatie voor psychose, dat hij daar niet over kan beslissen. Dus dat moet je eerst wel onderzoeken. Ja, moet als wel iemand vaststellen. Daar wel over kan beslissen, dan mag het. Dan moet je zijn eigen beslissing volgen. Ja. Nou, is het onderdeel van het besluitvormingsproces ook dat die term ondraaglijk lijden. Ja. En in de voorbereiding, ik had het toevallig over met iemand die zei van ja, waar komt die term eigenlijk vandaan? Was dat er nou vroeger ook? We hadden het even in de voorbereiding over, ja, vroeger, toen er nog veel oorlog was, ja, dan werd je arm afgezaagd. En dichtgenaaid, hupsakee, weet je, was geen pijnstilling. Ja. Er was waarschijnlijk niet een soort inzicht van ondraaglijk lijden. Misschien, of is het, was het er misschien wel? Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Hoe kijk je daarnaar, dat die term ondraaglijk lijden? Ja, in de euthanasiediscussie is dat denk ik opgekomen in de jaren 70. Hè. Toen kreeg je de eerste euthanasiezaken en... Er is toen een rechtbank geweest die voor het eerst de criteria heeft geformuleerd waaronder het mag, euthanasie. En die rechtbank zei in een bepaalde zaak, en dat, die is niet bij de Hoge Raad geweest, die zaak, maar daar zei de rechtbank in die zaak, ja, je mag euthanasie plegen. Hè, dus als iemand uitdrukkelijk een ernstig verlangen uit om voor levensbeëindiging. En dat is een misdrijf, hè. Euthanasie is op zich een misdrijf, maar dat is gerechtvaardigd. Als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dat is in de jaren 70 voor het eerst geformuleerd door een rechtbank. Ik denk dat daarvoor al in de ethische en medische discussies over euthanasie, dat begrip al werd ontwikkeld. Maar dus euthanasie is een misdrijf, maar zelfmoord is geen misdrijf, denk ik. Nee. Maar hulp bij zelfdoding. Maar hulp bij zelfdoding weer wel. Ja. Als ik jou touw geef waarmee jij je gaat vangen, dan mag dat niet. Nee, oké. Okay. Ja, dus dat in de jaren 70 zijn ze over die term gaan nadenken, of is het geïntroduceerd in zekere zin om eigenlijk na te gaan denken over... Ja, en de Hoge Raad die heeft dat dus in de jaren 80 voor het eerst heel expliciet erkend. Ja. Die heeft dus heel expliciet gekend, als iemand een uitdrukkelijk en ernstig verlangen uit dat zijn leven wordt beëindigd door een arts, dat uit je naar een arts, wil jij mijn leven beëindigen? En die arts stelt vast volgens medische criteria, hè, volgens de inzichten van de medische wetenschap en de medische ethiek. Dus medische wetenschap, medische ethiek, dat is weer de basis van dat begrip. Als je volgens de medische wetenschap en de medische ethiek vaststelt dat iemand uitzichtloos lijdt, dus je kan er niet met medische behandelingen verlichting in aanbrengen, en het is ondraaglijk, dus het is ook zo erg dat iemand het niet meer kan dragen, dan mag je iemands leven beëindigen. Het is ook heel nadrukkelijk geformuleerd als een criterium voor de arts. Ja. Dus de arts die moet met medische criteria vaststellen dat jij ondraaglijk en uitzichtloos leidt. Dus heel erg het artsenperspectief. Hè. Een arts komt in een situatie terecht dat hij eigenlijk iemand niet meer met een gewone medische behandeling kan helpen. Nee. En hij wordt wel om hulp gevraagd. Ja. Dat is natuurlijk ook de relatie die zij hebben. Ja. De patiënt of de mens, cliënt vraagt om hulp. Ja. Dat is ook wel iets wat je vraagt, hè, aan iemand, aan een arts. Ja. Ja, het verhaal van de arts is inderdaad dat je patiënten hebt die zo extreem lijden. Ja. Dat je daar met je gewone medische handelingen behandelingen niets meer aan kan doen. Ja, de meeste gevallen van euthanasie, dat zijn echt, laten we zeggen, terminale kanker. Ja. Vreselijke spierziekten zoals ALS, hè, dat je langzaam maar zeker al je spieren verlamd zijn, dat je tot je zelfs je ogen niet meer kan bewegen. Die hele verschrikkelijke ziekte. Dat zijn de gevallen waarin het voor artsen eigenlijk wel duidelijk is dat de medische behandeling ophouden. Ja. En dat het lijden van de patiënt inderdaad zo erg kan zijn dat je zo iemand niet voort kan laten leven, niet in leven kan houden. Nee. Dat echt het rekken van verschrikkelijk lijden is. Ja. Waar staan we? Je hebt dit boek nu geschreven aan de hand van de koffiezaak. Ik wil bijna zeggen koffiemoord, maar dat is meer een slechte thriller. Dat is een bepaalde visie op de zaak, precies, koffiemoord. De koffiezaak. Maar waar staan we dan nu met elkaar als samenleving? Wat is er nu? Ja. Wat leg je hiermee bloot, zou je kunnen zeggen? En wat is er dan nodig? Nou, ik denk dat als het over die dementie gaat, is het wat mij betreft duidelijk dat heel veel aspecten van die zaak niet goed zijn
Nee. Uitgewerkt in die arresten van de Hoge Raad, in die rechtspraak van de Hoge Raad. Dus we zitten nu op een punt waarbij heel veel mensen zeggen, ja, die beslissingen van de Hoge Raad zijn toch duidelijk. Wat hier gebeurd is, dat mag. Ja. En de toetsingscommissies hebben hun euthanasiecode, hè, richtlijn voor artsen, ze moeten allemaal ook aangepast aan die arresten van de Hoge Raad. Maar het grote probleem is dat die arresten van de Hoge Raad niet duidelijk zijn. En dan vooral als het gaat om hoe stel je nou vast of iemand wel of niet een beslissing kan nemen. Dus die hele kwestie van de medische richtlijnen, die van die informatie uitgaan. Hè. Je informeert iemand over de medische behandeling die je wil verrichten, om te kijken of iemand daarover kan beslissen. Ja, die hele discussie is niet gevoerd in deze zaak. Nee. Dus die moet nog worden gevoerd. De discussie over de vraag, welke medische richtlijnen, welke criteria gelden nou voor het bepalen of iemand wel of niet over zichzelf kan beslissen. En dat is een kwestie van medische richtlijnen en medische ethiek. En de KNMG, hè, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Geneeskunde, die is daarmee bezig. En ja. Firenzo, de Vereniging voor Specialisten Oudere Geneeskunde, die hebben ook richtlijnen die gebaseerd zijn op die KNMG-richtlijn uit 2004. Maar die richtlijnen zullen moeten worden verduidelijkt voor dit soort gevallen, voor dementiegevallen. Ja. En daar wordt nou aan gewerkt. En ik vermoed dat die richtlijnen veel meer in de richting zullen gaan van, ja, je moet ook deze patiënten moet je blijven informeren. Ja. En je moet blijven onderzoeken of ze zelf kunnen beslissen. En je moet ze erbij blijven betrekken. Kees Hertog, een hoogleraar oudere geneeskunde van de Vrije Universiteit, die werkt op dit moment aan een nieuwe richtlijn van Firenzo, Vereniging voor Specialisten Ouderenzorg. En die zegt, we hebben veel te lang gedacht, we moeten over deze mensen beslissen. Maar we moeten nu met ze gaan beslissen. We moeten erkennen dat ook mensen met dementie, zelfs mensen met vergevorderde dementie, zelfs mensen die in een gesloten afdeling van een verpleeghuis zitten, daar kan je gewoon nog mee overleggen. En dat moet je ook doen. Ja. En dat is een medisch inzicht. Hè. Dat is iets van de afgelopen tijd, dat medici en psychogerontologen en andere deskundigen op dit gebied steeds meer tot het inzicht komen. Ook mensen met vergevorderde dementie. Cognitief zijn ze vaak beperkt. Bijvoorbeeld emotioneel kunnen ze nog heel veel dingen waarderen. Kunnen ze dat ook nog uiten. Dus je moet op een bepaalde manier met die mensen communiceren. Met ze in gesprek gaan. Ja. Ook in vergevorderde. En is dat nou een moreel inzicht of een juridisch inzicht? Nou, dat is ook een juridisch inzicht, ja, misschien in zekere zin. Nou, dat is ten eerste is dat een medisch inzicht. Ja. Specialisten ouderenzorg die leren dat nu waarschijnlijk op de universiteit. Ja. Het is een ethisch inzicht. Hè. Je moet met mensen blijven communiceren. Maar ook een juridisch inzicht. Er is een verdrag voor de rechten van personen met een handicap. En mensen met dementie zijn personen met een handicap. En de uitgangspunten van het verdrag zijn mensen met een handicap, ook mensen met geestelijke handicaps, hebben het recht om over hun eigen, over alle aspecten van hun eigen leven te beslissen. Ja. En daarin moeten ze worden gesteund. En ze moeten worden geïnformeerd. Dat staat allemaal in dat verdrag. Nou, dan vraag je je natuurlijk, wat heeft de Hoge Raad dan in die koffiezaak over dat verdrag beslist? Nou, niks. Ze hebben dat verdrag kennelijk over het hoofd gezien. Dat wordt niet genoemd in die rechtspraak van de Hoge Raad. Dat is wel illustratief voor de gebrekkige strekking van die arresten. Ja. Daar kan je dus niet te veel waarde aan hechten. Omdat ze zowel die medische richtlijnen, die tak, die wordt niet genoemd in die arresten, als dat mensenrechtenverdrag. Hè. Mensen met een handicap zijn ook mensen met rechten. Ja. En mensenrechten, die worden beschermd. Jij zegt die twee elementen zijn niet meegenomen in het arrest. Zouden er dan moeten er meer arresten komen? Meer zaken worden besproken? Zodat er meer jurisprudentie ontstaat? Dat zou wel moeten. Ik denk dat het probleem nu bij de toetsingscommissies liggen. Want die volgen heel erg die arresten van de Hoge Raad. Maar er is onlangs weer een discussie over gekomen. Hè. De procureur-generaal die verantwoordelijk is voor het vervolgingsbeleid bij euthanasie. Hè. Rinus Otte. Ja. Die was laatst in het nieuws. Want die had gezegd, ja, ze hebben de euthanasiecode aangepast. Maar daar hebben ze helemaal niet met het Openbaar Ministerie over overlegd. En in essentie gaat het om normen waar ook het Openbaar Ministerie een hele belangrijke zeggenschap over heeft. Ja. En er is nu overleg gaande tussen de toetsingscommissies en het Openbaar Ministerie of die euthanasiecode niet toch moet worden aangepast. Ja. En Jeroen Recour, de voorzitter van die toetsingscommissies, is daarover geïnterviewd in Trouw. En die zei, nou ja, we gaan toch nu overleggen met het Openbaar Ministerie en ook Otte. Die heeft aangegeven, ja, het gaat om fundamentele rechten. Dus daar moet toch wel echt goed naar gekeken worden. Ik heb toen nog een. De
ingezonden brief naar het NRC gestuurd. Ja. Want er stond ook een interview met Jeroen Recourt in het NRC Handelsblad. En wat mij dus weer opviel was dat die Jeroen Recourt zei, ja, wij gaan over die zaken, dus wij mogen die euthanasiecode vaststellen, wij mogen de regels vaststellen. Maar hij zei weer helemaal niks over mensenrechten. Als je het vanuit gaat dat het over zelfbeschikkingsrecht gaat, wat mogen mensen nog wel of niet over zichzelf beslissen en hoe bepaal je dat bij mensen met dementie? Dat is een dan heb je het over mensenrechten, ja, daar zei hij niks over in het interview. Dat is wel heel problematisch en we moeten ook echt kijken hoe dat nou gaat met het aanpassen van die euthanasiecode in overleg met het Openbaar Ministerie. Nou, dan komen ze aan het eind van dit jaar zouden ze dan weer met een aanpassing komen. Maar wij burgers, die misschien ook nog wel dementerend raken in de toekomst, moeten heel goed kijken of onze mensenrechten daar wel bij worden gerespecteerd en recht genomen. Wat, of dat verdrag, hè, dat mensenrechten, ze daar naar kijken. Ja, of ze dat wel meenemen in hun afweging. En dan komen we toch een beetje zo op, wat mij betreft, een beetje het laatste punt. Wat, als je dit nou luistert en je wil hier ook iets over vastleggen, of je bent hiermee bezig met je familie, of je... Het zijn natuurlijk ook hele fundamentele vragen waar je soms noodgedwongen mee in aanraking komt. Soms wil je ook dingen netjes regelen. Ja, ik wil niet zeggen, heb je nou tips voor de luisteraar? Maar toch, hoe moet je hier als mens over nadenken op dit moment? Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van je levensvisie en je levensfilosofie af. Er zijn heel veel verschillende. We hebben het niet over Dworkin gehad. Maar nog een minuutje over hebben. Maar, maar ik denk dat het belangrijk is om je... heel goed te oriënteren. En dat is moeilijk, omdat bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, de NVVE, in mijn ogen heel gebrekkige informatie hierover geeft. Waar mensen wel op afgaan. Hè. Maar dat hele probleem van mensenrechten en wanneer kan je nog wel of niet over jezelf beslissen. Dat is natuurlijk wel, als je een schriftelijke wilsverklaring gaat opstellen, wil je natuurlijk wel weten van, ja, tot welk moment kan ik nou zelf beslissen? Precies. En wanneer gaat het nou over naar mijn arts? En als je daarover gaat nadenken, ja, misschien moet je daar toch wel iets over in je schriftelijke wilsverklaring opnemen. Van ik wil tot het laatste moment echt zelf blijven beslissen. Maar dat is dus heel moeilijk, want een arts die kan volgens de hoogheid, kan daar gewoon een streep doorheen halen. Dat is heel problematisch. Ja. Of je kan juist willen van, nou ja, laat zo vroeg mogelijk maar mijn arts beslissen. Ja. Maar dat is, op dit moment is het heel onduidelijk en heel moeilijk om daar iets goed op papier. En ik denk dat, ik denk zelf. Als je de zaken bekijkt, zoals bijvoorbeeld die koffiezaak ook, dat het grote probleem in dat soort zaken is dat mensen eigenlijk niet goed met hun eigen arts daarover communiceren. Mm. En als je die koffiezaak neemt, ja, stel nou dat je op een bepaald punt zegt, ja, ik wil dat echt niet meemaken, die 12 jaar in een verpleeghuis. Ja. Het gemiddelde na het vaststellen van de diagnose dementie, leven mensen gemiddeld nog 8 jaar. Als je echt zegt, dat wil ik echt niet meer meemaken. En ik zie nu ook wel dat ik misschien ergens een omslagpunt heb dat ik het allemaal wel oké vind. Maar ik wil voor dat moment, wil ik dat geregeld hebben en ook uitgevoerd hebben. Dat kan. Hè. De meeste zaken die bij de toetsingscommissie komen, zijn dat soort zaken. Hè, dat mensen nog wilsbekwaam zijn. Als je dat wil, als je dat traject wil, in mijn boek noem ik dat de trajectclausule. Dan moet je een trajectclausule in je schriftelijke wilsverklaring opnemen. En met je huisarts. Dus je moet een goede band hebben met je huisarts. Dan moet je goede afspraken maken. Want dat omslagpunt wil ik voor zijn. Ja. Dat kan dus. Hè. Als je dat wil, moet je echt heel goed met je huisarts een afspraak over maken. Als je die koffiezaak leest, daar had die huisarts, die had eigenlijk een hele lange periode geen contact meer met haar patiënten. Ja. Dus een half jaar voordat die kwestie, moet je nou wel voor niet. Als ze gewoon niet met die patiënten gesproken. En dat is precies de periode dat het bij die patiënt is omgeslagen. En als je dus dat moment wil voorkomen, moet je dus heel goed met je huisarts blijven overleggen. Bij wijze van spreken maandelijks. Maar ja, huisartsen hebben natuurlijk ook niet veel tijd. Nou, moet je tijd, moet je dus je moet er ook initiatief voor nemen. Ja. Of in ieder geval een goede relatie met je huisarts. Dat echt dan in moet gesprek. Je krijgt de diagnose dementie. Je gaat er heel goed over nadenken. Je zegt, ik wil dat echt voorkomen dat ik in dat verpleeghuis terechtkom en daar nog jarenlang zit. Als je dat zo wil. Ja, dan moet je dat traject dus heel goed plannen. En dus niet laten versloffen in een half jaar. Want dan ben je gewoon, te laat. Hey, een laatste punt. Dworkin, de filosoof die jij ook aanhaalt. Ja. Ronald Dworkin, hè, die betoogt dat de waarde van het leven is gebaseerd op de kritische belangen van mensen. En mensen hebben een kritisch denkvermogen waarmee zij hun leven kunnen waarderen en kunnen bepalen wat hun kritische belangen zijn.
En mensen kunnen dus bepalen wat de waarde van hun leven is op grond van wat Dworkin precedent autonomy noemt. Ja. Mensen kunnen hun autonomie uitoefenen voordat ze het vermogen verliezen om over de waarde van hun leven te oordelen. Oftewel, ik kan nu iets daarover zeggen. Ja. En dan is dat ook een besluit voor over 10 jaar. Ja. Even in Nijntje taal, zeg maar, ja. In mijn taal. Ja. En ja, hij is daar heel extreem in. Hij geeft het voorbeeld van Margot, zoals hij haar noemt in dat boek. Dat is echt een echt verhaal van een arts die Margot beschrijft. Het is niet een verhaal over euthanasie, maar Margot die op een relatief jonge leeftijd krijgt ze de diagnose dementie, wordt in een verzorgingstehuis opgenomen en is volmaakt gelukkig. Ja. Dus ze gaat elke ochtend naar de schilderles en maakt elke ochtend weer precies hetzelfde schilderijtje. Weet niet dat ze gisteren dat schilderijtje ook al heeft gemaakt. Vindt het heerlijk. Boterham met pindakaas, verrukkelijk. Ja. Ze leest detectives. De arts die zegt, ja, ik denk dat ze het verhaal gewoon niet begrijpt. Dus ze slaat het boek open, begint te lezen. Heerlijk. Maar wat het plot is en waar het begonnen is, kan ze allemaal niet meer volgen. Nee. Maar die arts die zegt die dat geval beschreven, zegt, ik heb nog nooit zo'n gelukkig mens ontmoet. En Dworkin die geeft haar als voorbeeld, stel nou dat Margot een schriftelijke wilsverklaring heeft opgesteld, waarin staat, ja, ik wil zo'n mens niet zijn. Ook al zou ik dan volmaakt gelukkig zijn, zo iemand wil ik niet zijn. Nou, als het dan zover is, moet je dan een slaapmiddel in haar koffie doen terwijl ze dat niet weet. En haar een dodelijke infuus geven om een einde aan het leven te maken. Volgens de Nederlandse wet kan dat niet, want ondraaglijk lijden is het vereiste. Hè? Dus ja. Het stuit af op de Nederlandse wet. Maar Dworkin zegt, ik ben het niet eens met dat vereiste. Het gaat echt om die wilsbeschikking, die wilsbepaling. Dus als jij in een eerder stadium hebt beslist dat je dat leven niet wil, ook al zou je dan volmaakt gelukkig zijn, je wil gewoon niet zo'n persoon zijn, dan zijn we verplicht om die wilsverklaring te volgen. En dan zijn we dus ook moreel verplicht, juridisch kan het niet, moreel verplicht om zo iemand te doden. Tja. Dat is de opvatting van Dworkin. Ja. Er zijn in Nederland aanhangers. Veel mensen het mee eens. En ik heb ook dat in die arrest van de Hoge Raad, ik de neiging om te denken, de procureur-generaal die de zaak bij de Hoge Raad besprak, die verwijst ook naar Dworkin, precedent autonomy, en die is het daarmee eens. En ik denk, de visie in mijn boek is het gaat zelfbeschikkingsrecht is mijn uitgangspunt. Dat mag je doen bij een Dworkiniaan, maar dan moet je dus echt ervan overtuigd zijn dat Margot, toen ze die schriftelijke wilsverklaring opstelde, echt begreep wat de strekking van de filosofie van Dworkin was. En als dat zo is, dan mag je haar en moet je haar misschien zelfs wel doden. Maar niet iedereen is Dworkiniaan. Nee. Ik ben bijvoorbeeld geen Dworkiniaan, ik ben een Epicurist. Ja. En Epicuristen zeggen, ja, als je je gelukkig voelt, dan is dat is daar gaat het om in het leven. Dus ik zou wel zo willen leven als Margot. Het Dworkin die heeft zelf ook bij zijn vrienden, dat kan je ook in je eigen omgeving doen, voorbeeld van Margot voorleggen. Zeker. Wil jij zo iemand zijn? Ja. Zou jij Margot willen zijn of zou je dat niet willen meemaken? Het lijkt me ontzettend lastig. Ik zou denken, als ik gelukkig ben. Ja. En ik ben daar lekker aan het schilderen. Ja. En ik ben daar een boter. En ik vind een boter met pindakaas ook echt wel lekker. Ja. Dan zou ik het ook heel erg schrikken vinden als iemand dan naar mij toe zou komen. Ja. En zou zeggen, nee, maar je hebt ooit. Ja. Het is ook een beetje een enge gedachte. Ja. Ik zit ook te denken, maar dat is even los van euthanasie. Soms leg je ook dingen vast waar je ook op terugkomt. Ja. In het hele leven is natuurlijk niet een lineair proces van je doet dingen en je bent voorwaarts aan het stuntelen en je maakt dingen mee en dan kom je weer tot nieuwe inzichten. Dus leren is per definitie volgens mij ontwikkelen, terugkomen op ideeën. Ja. Ja. Dus het is best wel een enge gedachte. Ja. Aan de andere kant snap ik, als het gaat natuurlijk over hele pijn, hele nare ziektes of iets wat je echt niet wil, dan wordt het alweer ingewikkeld. Maar ik zou inderdaad ook toch wel Margot, denk ik, willen zijn. Ja, ik ook, maar dat komt omdat ik een epicurist ben. Ja. Hè? Dus epicuristen zeggen van de zin van het leven is geluk. Geluk, ja. Margot is gelukkig, dus als epicurist wil ik dat wel meemaken. Ja. En dat is de grote tegenstelling tussen de epicurist, jij en ik zijn epicuristen, dus dat vind ik wel interessant, zo'n ervaring van Margot. Ja. En een Dworkiniaan, die zegt, dat wil ik beslist niet, ik wil niet zo'n persoon zijn. Nee. En ik vind dat Dworkiniaan het recht hebben om dat voor hun eigen leven te beslissen. Ja, eigenlijk zou de logica dan zijn dat je dan dat gewoon in een eerdere fase moet doen. Want je krijgt dan inderdaad het probleem van, dan ga je bijvoorbeeld aan artsen vragen, ja, je moet die gelukkige mensen ook dood gaan maken. Ja. En dat is dus helemaal niet de taak van de arts. Bij de arts gaat het echt om de noodsituatie, waar je kan echt niks meer doen aan het
ondraaglijk en uitzichtloos. Precies, dat vind ik een heel belangrijk punt wat erbij. Ja. Maar het is misschien wel interessant voor degene die nu luistert. Ben ik nou een Dworkiniaan of een Epicurist? Misschien een mooie afsluiting voor de podcast, Klaas, om over na te denken. Ja, ik heb een keer een artikel geschreven met een eigenlijk zou er in die schriftelijke wilsverklaring een multiple choice moeten staan. Ben je A, Dworkiniaan, B, Epicurist, C, anders namelijk, want je kan natuurlijk ook een hele andere filosofie hebben. Dus het is wel belangrijk dat je erover nadenkt. Of D, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, ik denk dat eerlijk gezegd dat ik bij D uit zou komen, dan krijg je dus geen euthanasie. Dan krijg je geen euthanasie, nee. Dat is misschien een leuke. Een mooie gedachte-exercitie, inderdaad. Ja. Waar je dan op uitkomt. Dan heb je zo'n beslissingsboom van ga dan door naar vraag 4, ga dan door naar vraag 7. De laatste iemand die zei van nou, dat allemaal filosofische onzin. Dan zei ik, nou, dat is dan E. Ja, dat is E, ja. E, ik vind het allemaal filosofische onzin. A tot D is filosofisch. Ja, maar dat moet je ook, ja, dan kan je ook in een situatie komen. Klaas, dankjewel. Bijzonder interessant om met je in de studio over je boek te praten. Het zelfgekozen levenseinde. Ik zal voor degene die het interessant vindt om nog door te lezen. Je hebt best wel wat artikelen over geschreven. Ja. Een aantal kranten, maar ook de brief van NRC zal ik even linken op de website. Ga dan even naar www.chipkast.nl. En dan vind je bij de podcast editie de achtergrondinformatie en de aantekeningen. En nog even als laatste, vind je het nou leuk om meer informatie te ontvangen over nieuwe afleveringen, achtergrond, tips, artikelen? Ga dan even naar www.chipcast.nl/doe mee en dan ontvang je gratis en voor niks de nieuwsbrief. Klaas, dankjewel. Graag gedaan. En best leuk. Ja, nee, fijn en heel interessant. Nog allerlei nieuwe vragen. Ik ga nadenken of ik nou toch een Epicurist ben of toch een Dworkiniaan. Ik ben er niet helemaal over uit. Dat is C, hè? Dan gaan we voor nee, C. D. D. B. Tot de volgende keer. Okay.